Heb je altijd al naar Marokko gewild? En heb je geen flauw idee waar je naartoe moet? Ik deel mijn favoriete spots die ik heb bezocht tijdens mijn roadtrip door Marokko afgelopen november. Dingen aan reizen vind ik het huren van een auto, zodat je gewoon kan gaan staan waar je wil. Dus toen mijn vriendin Bianca voorstelde om samen naar Marokko te gaan, ik was notabene nog op wereldreis. Ik had net een auto gehuurd in Canada, of misschien was ik zelfs in China, maakt ook niet uit. Maar toen ze dat voorstelde, toen wisten we meteen, hey, we gaan een auto huren en we gaan door Marokko reizen. En een van mijn favoriete spots in Marokko is natuurlijk Tagazout, vanwege de surf. Helaas was ik die dag ziek, dus ik kon zelf niet surfen. Ik moest rijden, ik had hoofdpijn, dus ik moest snel naar bed. Maar Tagazout is echt ideaal. Rond november, toen wij er waren, kun je daar heel goed surfen. En het is heerlijk voor een winter getaway als je in de kou in Nederland zat bent. Dus. En de sfeer die er heerst, is echt een beetje hippie. Het was vroeger ook een beetje hipper surfdorpje, dus het is echt een heerlijke plek om naartoe te gaan. En een tweede fijne plek waar wij verbleven was Taloudan. Het is een beetje Marrakesh in het mini. We sliepen daar in een ontzettend fijne lodge, een soort van riad met een zwembad. En wat ik het allermooiste vond was dat we binnen de stadsmuren zaten. En op het dakterras van het hotel had je een heel mooi uitzicht. En in de verte zagen we de Atlasgebergte en toen hadden we zoiets van wow, we willen verder rijden. Nog zo'n mooie plek die we hebben bezocht was een eco-lodge in Arts, als ik het goed uitspreek. Het ligt niet helemaal op de route, maar wij wouden er wel speciaal voor omrijden. Want het was zo mooi daar, de tuin die ze hadden gemaakt, Marokkaans ingericht en het uitzicht op de rots tegen zonsondergang super mooi. En alle dieren die daar rondliepen, de lodges waren echt geweldig. Ze hadden zelfs kaarsjes gebrand. Nou ja, misschien dachten ze dat wij samen een stelletje waren, maar dat waren we niet. Dus het is wel een ideale plek om met je vriendje of vriendin te gaan. Staat ze weer, het kattenmevrouwtje. Een van de allervetste bestemmingen in Marokko vond ik toch wel Gorges du Totra. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een kloof en het wordt steeds smaller en je kan daar dus slapen in een soort van kasteel. Ik noem het een kasteel, want het zag eruit als een kasteel. En helaas waren we te laat met boeken en we konden geen grot krijgen. De accommodatie zit tegen de rots aangebouwd en je kan dus in een soort van grot slapen. Wij kregen de twee torens, of wij kregen een van de torens die aan de zijkant te zien is. En nou, ik weet niet. We zagen later die grotten en die torens waren zoveel mooier, maar het was super groot. Er konden echt heel veel mensen konden daar zitten, maar er was maar 1-2 persoonsbed. Dus dat was wel bizar. De zonsondergang is daar mooi, omdat je natuurlijk heel weinig licht hebt. En de hele omgeving is vet. Je kan er klimmen, je kan er wandelen. Het is heel erg mooi. Wat doet een eucalyptus hier in Marokko? Groeien. Hij is nog niet zo groot, maar hij groeit wel. Goed. Hij is heel makkelijk. Oké. Want het brandt heel snel. Het brandt heel snel? Oh ja!
Onze laatste vette bestemming was Ayid Ben Haddou. Je kent het misschien van Lord of the Rings. Je kent het misschien van Game of Thrones. Uit als Khaleesi op zoek gaat naar haar slaven, geloof ik. Het is een hele mooie bestemming, want het is echt een dorpje dat tegen de bergwand is aangebouwd. En de huizen zijn nog gemaakt van leem, geloof ik. Dus het ziet er heel vet uit. En je hoeft er niet per se te slapen, maar wij vonden het wel bijzonder om daar te gaan overnachten. Helemaal omdat we dan ook met zonsop- en ondergang er waren. En ik vond het heel mooi. Het was echt een mooie plek. En zeker vanuit Marrakesh is het ook prima te doen vanuit een dagtrip. Ga je een roadtrip door Noord-Marokko maken, dan kun je ook van boven naar beneden rijden. En wij gingen dus van beneden naar boven naar Marrakesh. Maar dit is sowieso een bezienswaardigheid die je niet moet overslaan. Nou, ik ben benieuwd wat jullie van deze spots vonden. Ben je er ook geweest? Ben je van plan heen te gaan? Laat het me vooral weten in de comments.